pistool en dan elkaar nat spuiten. Ja! Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het Action YouTube kanaal. Ik ben Kelly, ook wel bekend als Kelly Caresse. Ik ben mama van 3 meisjes en ik ben helemaal fan van de Action. En het mooie weer zit eraan te komen. En met 3 kleine kindjes, ja, dan wil je gewoon lekker buiten gaan spelen natuurlijk. En Action heeft heel veel leuke spulletjes in huis om buiten te spelen, om lekker te spetteren, zwembadjes op te zetten, noem het maar op. Dus ik ga samen met... Kom maar. Feline, mijn jongste meisje, naar de Action toe. En dan gaan wij spulletjes uitkiezen, buitenspeelgoed. En dan mag jij een beetje mee uitkiezen voor jouw grote zussen, want ze heeft ook nog 2 grote zussen. En dan zie je in deze shoplog nog een leuke soort van unboxing. Ga ik het met de meisjes aan jullie laten zien. En dan gaan we met het een en ander spelen. Ik ben heel erg benieuwd. Zijn jullie ook al in de zomermood? En hebben jullie ook al wat leuk buitenspeelgoed in huis gehaald voor jouw kinderen? Of heb je het nog in huis? Laat het even weten bij de reacties. Doe alvast een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video. Gaan wij naar de Action toe en dan nemen we jullie gezellig mee. Hè? Ja. Kom. Ik ben in de winkel met mijn grappige mondkapje. En we zijn nu bij het gedeelte aangekomen met buitenspeelgoed. Feline, jij mag meehelpen met uitkiezen. Oh, die is ook heel leuk, ja. We moesten sowieso duikringen, hè. Doe maar hier in de kar, want we hebben ook al een voetbal uitgekozen. Goed zo. Kijk hoe leuk. Dit is 6,95 en dan heb je een 16-delige speelset met rackets, tennisbal, waterdingetjes, opduikdingen. Nou, van alles en nog wat, dus die gaat mee. Deze is ook heel erg leuk. Deze hebben we thuis al. Dit is een heel leuk kegelspel. Maar die gaan we niet kopen, want die hebben we al. Eens even kijken, Feline. Wat hebben we allemaal nog meer nodig? Hoe leuk is deze? Die dus tuinslang aan doen, aan vast zeg maar. Dan hebben ze zo'n sprinkler. Inmiddels begint het al heel erg vol te raken, ons karretje. Oh, heb je ook een super soaker? Oh, die zijn wel echt leuk, die roze. Ook duikbrillen, die waren maar 89 cent. Dus dan is het ook wel leuk. Oh ja, laat eens zien, Feline. Wat heb je in je handen? Doe eens draaien aan het dingetje. Dat is een handmatige ventilator. Als je het dan warm hebt, kan je hem zo bij je gezicht houden. Zo, nou, ik en Feline zijn terug van de Action. En inmiddels zijn de grote zussen ook aangesloten. Nou, laat ik maar gelijk beginnen met het skateboard. Dat is deze. Die wilde Lana al heel hard lang. Ja? Mm-hmm. Ik vind het wel een beetje spannend hoor, als jij gaat skateboarden. Gaat dat lukken? Bescherming aan. Ja. Bescherming aan, net als bij het skileren. En dan zal ik jou wel helpen. Maar die was maar €12,95. Dan deze 16-delige speelset, Summer Sport Set. Die zit in een hele leuke tas. Nou ja, ringenwerpen zit erbij. Je moet je gooien in het water, dan moet je het terugduiken. Oh, kun je dat ook En dit, ja. En wat is dit voor bal? Dat is, dan moet je het in het water gooien en dan pakken. Oké. Okay. Ja. Waterpistool. Oh, die wil je kijken. 2 zelfs. Dat kan je zo doen. Ik zie een balletje. Tennisrackets. Oh, ik denk dat ik het weet. Deze moeten we in het gras zetten. En dan moet je een afstand gooien en dan moet je de ring erin gooien. En je kunt het ook in het water doen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Dus, en ik zie ook een badminton, hoe heet zo'n ding ook alweer? Dit is een badminton. Dat dingetje, zo'n shuttle of zo. Je hebt daar nog een balletje. Nou, superleuke set. Dus daar gaan we, mag ik hem weer even? Ja. Dus daar gaan we lekker mee spelen. Geef die bal maar aan mama. Gaan we het volgende pakken. Waterpistool. En zal ik eens even iets leuks laten zien? Want waterpistolen hebben we in allerlei vormen en maten. 4 waterpistolen. Allerlei vormen en maten. Want papa, die zag het helemaal voor me om een watergevecht te gaan houden. Ieder zijn eigen pistool en dan elkaar nat spuiten. Yo. Dus dan hebben we deze. Dit is een kleinere. Deze. Die is zo. YouTube. Doe je zelf En deze, die is heel groot. Ja. En deze is ook heel erg leuk. Dus je doet gewoon hier het water erin. Ja. En dan hier doe je het zo. Kun je elkaar nat spuiten. Nou, dat is toch leuk. Ja. Nee. Nee. Dan deze hele leuke speelset. Die hadden ze ook in allerlei varianten. Ik dacht dat ik er 2 had gekocht, maar ik kan hem even niet vinden, die andere. Het is natuurlijk super leuk als je naar een strandje gaat, als je in de zon mag spelen of iets anders. Het is een lekker klein formaatje. En dan kunnen jullie lekker vormpjes maken. Ik zie hier dat er een heel leuk schelpje bij zit. Een schepje, een harkje. Doe hem er maar weer in. Een zeef. Een zeef en een emmer. Ja, dus
dat is superleuk. We gaan natuurlijk een zwembad opzetten. We hebben zelfs zo'n opzetzwembad. Die hebben ze trouwens ook hele leuke te koop bij de Action. Ook hele goede van Intex en zo. Maar wij zetten dan zo'n zwembad op wat we gewoon heel, ja, een paar weken of net hoe lang laten staan. Doen we er ook chloor in. En ik heb ook van die teststrips. Die verkopen ze overigens ook bij de Action. Maar die had ik nog. En zo'n chloordrijver. En daar doe je dan gewoon de chloortabletjes in. En dan hang je hem zo in het zwembad. En dan hou je het zwembad lekker schoon. Ja. Goed, hè? En we hebben nog zo'n zeevachtige ding. Ja, dan kunnen we het zwembad ook schoonmaken. Heel goed. Oh. Dan het volgende. Ook superleuk. Want deze hadden we vorig jaar al. Weet u dat nog? Dat mama dat mee had op vakantie. Dit is dus een hangmat. En wat je dus doet, je blaast de zijkant dingetjes op. Je legt hem in het water, je gaat erin liggen en je hebt gewoon een heerlijke hangmat. En het voordeel daarvan is dat je dus niet zo'n heel luchtbed hoeft op te blazen. Maar daarnaast is het ook zo dat als je op een luchtbed ligt, lig je echt boven het water. Dan wordt het op een gegeven moment natuurlijk heel erg heet en dan word je droog en dan verbrand je en nou, al die dingen. Bij deze lig je er dus echt helemaal in het water, echt als een hangmat. Dat is echt heerlijk. Je hebt hem zo opgeblazen, want het zijn maar twee kleine buisjes die je op hoeft te blazen. En dit is een groene. Leuk hè, die neem ik gewoon zo mee. Die is zo leuk. Ik kocht drie duikbrilletjes. Leuk voor het zwembadje, maar zij spelen er zelfs in bad mee. Die waren geloof ik maar 89 cent. Zijn van Intex, dus dat is ook echt een goed merk. En daar kunnen ze heerlijk onder water mee kijken. Ga je het volgende pakken? Die is echt heel cool. De Rainbow Sprinkler. Wat denken jullie dat dit is? Ja, dan moet je die opblazen en dan moet je... Dus met wasmaken wat je spoelt en dan moet je heel snel om doorheen rennen. Ja, deze doe je aansluiten op de tuinslang. En je blaast hem ook op. En dan is het dus een hele grote regenboog. Die dus als een soort van regendouche water gaat sproeien, zeg maar. Mooi, ja. Heel mooi. En ja, het is natuurlijk heerlijk verkoelend naast het zwembadje. Of als je even geen zin hebt om een zwembadje op te zetten, maar je wil dat lekker afkoelen. En ik ben ook benieuwd wat onze hond ervan zal vinden. Ja, nee, die gaan we zo pakken. Durf je dat? En een voetbal. Action die hangt nu natuurlijk helemaal vol met het EK-thema. Superleuk. En onze hond die heeft nog wel eens de neiging om de bal te pakken. Nou, dan is zo'n bal van lastig kapot. En Yannick, mijn man, die speelt wel eens voetbal met jou. Of met Amy. Maar ook wel met vriendjes van ons. En dan ga je lekker voetballen. Hoe hard is deze bal? Deze is heel hard. Dus en dan kunnen jullie weer lekker voetballen. Nou, hij kan erin bijten, onze hond. Dus we moeten wel opletten dat Nico onze hond hem niet te pakken krijgt. Maar hij is wel heel leuk en er was maar iets van 2 euro nog wat. Dus ook gewoon een heel leuk geprijsd. Nou, dat was hem weer. Wij gaan lekker met de items spelen. Het wordt een super zonnig weekend en de zonnige dagen gaan er aankomen. Dus zorg dat je even naar de Action gaat om allerlei leuke dingetjes in huis te halen. Om lekker mee te spelen met je kinderen. Laat even in de reacties weten welke van deze items jij zeker gaat shoppen of misschien al in huis hebt. Ben ik heel erg benieuwd naar. Vond je de video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op je YouTube kanaal van Action Nederland. Om geen video te missen. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en nog een fijn weekend wensen. Dank je. Doei.